mensen. En sinds ongeveer 2013, midden 2013, ben ik betrokken geraakt bij het werk van Christopher Israel. En dan, dan gaan er, als je daarover gaat nadenken, onze wortels weggen. Ingeënt letterlijk in Israël, de edele olijf, dan kom je allerlei teksten ook tegen die aanvankelijk misschien niet eens zoveel voor je betekenen, maar dan ineens wel. Dat is bijvoorbeeld zo'n tekst uit Jeremia hoofdstuk 31, waar ik graag iets uit wil lezen. Er staat het volgende: zo zegt de Heere, het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem Israël tot rust te brengen, van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen. Opnieuw zult u uittrekken in een rijdans van vrolijke mensen. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en vruchten genieten. En dan vind ik het zo mooi dat er even verder in dat hoofdstuk staat, om wat betekent dat nu voor ons? Hoor het woord van de Heere, heidenvolken. Verkondig het in de landen, in de kustlanden van ver weg en zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. En dan denk ik dat wij hier zitten in een kustland inderdaad. Ik ben zelf geboren in Zeeland, de naam zegt het al, Zeeland, een kustprovincie. En hier ook in Veenendaal, wel iets verder bij de kust vandaan, maar desalniettemin. En dan staat er dus dat je dit mag verkondigen aan de heidenvolken, zelfs letterlijk in de kustlanden die ver weg zijn, zeker gedreneerd vanuit Israël. En ik vind dat zo ontroerend, dat er staat, dat wij die unieke generatie zijn, die zien datgene wat Jeremia profeteerde ongeveer 2.500 jaar geleden. Jeremia, die man die zelfs een boek heeft, Klaagliederen, wat Gods geest heeft goed gedacht om dat aan ons te geven. Een boek over klagen. Een man, Jeremia, die eigenlijk naar de mens gesproken nooit succes heeft gehad. Die allerlei dingen zei en niemand luisterde. Die mag door de almachtige God gedreven deze geweldige woorden spreken. En ik vind het zo mooi dat er dan staat dat God zegt, ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich tonen met tamboerijn. Opnieuw zult u uittrekken in een rijdans van vrolijke mensen. En dan komt het in vers 5 van Jeremia 31. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Het staat er zomaar tussen. Opnieuw wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Maar in al die grote machtige dingen die hier beschreven worden, dat uittrekken in blijdschap. Ineens gaat het over wijncultuur die opnieuw tot leven komt, met name in Samaria. En er staat er, de planters zullen planten en de vruchten genieten. Hé, wat mooi. En dan lees je de geschiedenis en dan kom je dit tegen. Dat 400 jaar, om precies te zijn, tussen 1517 en 1917, toen het Ottomaanse Rijk het voor het zeggen had over wat wij nu kennen ook als het Midden-Oosten, dat op dat moment er inderdaad in de islamitische cultuur geen wijncultuur was. Dat was er niet. Hè? Alcohol is daar verboden. Terwijl het in Israël, juist als je het tenminste op een goede manier gebruikt, wordt genoemd als een bron van grote vreugde. Dus als hier staat, hè, 590 jaar voor Christus uitgesproken, dat er een tijd zou komen dat er opnieuw wijngaarden zouden komen op de bergen van Samaria. Dan zien wij dat dus letterlijk voor onze ogen gebeuren. En zo'n Bijbelwoord wat ineens bijna griezelig actueel, niet griezelig, eigenlijk ongelooflijk bemoedigend actueel, dat je weet van, hé, dat gebeurt nu letterlijk voor onze ogen. En toen ik 2 jaar geleden zo'n kibbutz bezocht in Samaria, dan wordt er inderdaad verteld dat daar prijswinnende wijnen zijn, die ze vaak anoniem moeten brengen bij wijnproeverijen. En dan halen ze stevast enorm hoge prijzen of halen ze hoge waarderingen enzovoort. En dan krijg je een bericht van de Europese Unie. En dan gaat het over etikettering van producten. Etikettering die overigens buitengewoon belangrijk is. Daar zit namelijk ook een wereld achter van beschermen, de voedsel- en warenautoriteit, het beschermen van wat wij eten en drinken. Geweldig, wij willen dat weten, ook in onze tijd. Waar komt het vandaan?
Maar dan merk je ineens dat die etiketering, hè, dat gaat eigenlijk dus over het garanderen van voedselveiligheid, dat die ineens gebruikt wordt op de volgende manier. Dat er staat dat die wijnen die daar vandaan komen, met name de Psagot-wijnen, dat die niet meer mogen heten made in Israel. Oftewel, gemaakt, gekomen uit Israël. En dan zou je denken, nou ja, dat zal de Europese Unie natuurlijk veel vaker doen. Hè? Dat zullen ze zeker doen met producten uit Tibet of ja, andere gebieden die bezet worden, zogenaamd bezet worden. Want het is voor mij geen bezetting van Judea Samaria. En dan denk ik, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe kan het nou dat in Europa, waar velen van ons toch geboren zijn, maar misschien ook wel in die vorige eeuw geboren zijn, dat precies in dat Europa, waar de grootste genocide op het Joodse volk gebeurd is, 6 miljoen doden, van de in totaal maar zegt 60 miljoen doden die dit heeft gekost, waaronder 1,5 miljoen kinderen, dat precies Europa gaat zeggen, er mag niet op staan made in Israel, nee, want het komt uit de zogenaamde bezette gebieden. En dat doet mij dan wat. Dan denk ik, wacht even, maar lieve mensen, wat je ook mag vinden van overheden waarvan de Bijbel ons uitdrukkelijk zegt om voor hen te bidden. En of het nou je regering is naar je zin of minder naar je zin, er staat er iets achter op dat wij een stil en gerust leven mogen leiden en alle godsvrucht en waardigheid. Nogmaals, het is van het grootste belang om dat te doen. Dan ben ik ontzettend dankbaar voor politici die hun nek durven uit te steken en zeggen, dit kan niet, dit is onrechtvaardig. Maar dan moet ik heel eerlijk bekennen, dan kan ik eigenlijk wel een beetje boos worden. Kunnen dominees boos worden? Goeie vraag, maar daar gaan we nu verder niet op in. Ja, hoor ik al iemand zeggen. Oké. En dan denk ik, maar wacht even. Wij hebben ook gisteravond, en dat raakt jullie mee, dan hebben we natuurlijk al een aantal dingen gehoord. En hebben het gehoord gehad vanmorgen ook weer, waar Amir over sprak. Oh, we hebben gehoord over geestelijke strijd. Dat wij niet hebben te worstelen tegen vlees en bloed. De politici daar in Brussel hebben... Kees, rustig even. We hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Hey, collusion, woord wat ik niet eens goed kende in het Engels eigenlijk, samenzwering. Oh, wacht even. Dus waar de Heere God de Almachtige zegt, wees nou blij en vertel het in de kustlanden en zeg, hij die hen verstrooid heeft, brengt hen thuis. Halleluja, wat een machtige God is hij. Wat hebben we vanmorgen machtige dingen gehoord over hoe dat gaat lopen en opname en terug samen met hem. Wauw. En dan zegt de Europese Unie, nee. Lieve mensen, ja, ik geloof hebben onze mensen de mogen tegen protesteren. Laten we er al voor bidden. Laten we misschien soms tegen bidden. En ja, wat je natuurlijk ook kan, is gewoon die spullen wel kopen. Lijkt me ook een goed idee, ja. Maar om ons dit te realiseren, we mogen niet onze vreugde laten ontroven dat de man die het meest ontmoedigd was, misschien in heel de Bijbel, Jeremia, dat er zijn woorden heerlijk in vervulling zien gaan. Dank u, Heere. Weet je, en dan vind ik het zo mooi dat er dan staat dat God ons oproept om daarin mee blij te zijn. Weet je, en dan denk ik, ja, ik kan klagen, ik kan zeggen, wat een schande. En ik kan inderdaad zeggen, ik moet toch nog even melden, de VN Mensenrechtencommissie, die heeft in de afgelopen jaren 71 resoluties tegen Israël aangenomen. En een stuk of 3 tegen Noord-Korea, 0 tegen Saoedi-Arabië. Kom! Oké, Kees, rustig. Oké. Sorry, ik liet me even, maar opnieuw. Laten we daarvoor bidden. Maar het zijn er van die dingen die je zou kunnen bemoedigen. Ik hoorde van de week een interview van een voorgangers-echtpaar uit Tiel, Hans de Moeie en zijn vrouw. Ik ken ze, prachtige mensen, die zijn daar bezig en die zeggen eigenlijk, is dit een unieke tijd? Is dit een tijd waarin we zoveel kansen zien om het evangelie te brengen? Want, zeiden Hans en Denise, eigenlijk hebben mensen niks meer. En als jij een overtuiging hebt, ga mensen naar je luisteren.
En dan hebben we, en dat kwam zelfs in het 8-uur-journaal, RTL Nieuws, noem het allemaal maar op, van die 14.000 mensen die meededen aan die Mars voor het Leven. En waarbij mensen zeiden tot hun stomme verbazing, veel jongeren erbij, hè? Wauw. Weet je, en dan kan het gebeuren dat mijn vrouw en ik een tijd geleden zitten te kijken op zaterdagavond naar de televisie. Jawel, en dan keken we naar een programma dat heet The Voice Senior. Ja, jawel, The Voice Senior. Want ik moet natuurlijk toegeven dat dit haar is niet grijs geverfd. Wat tegenwoordig wel best wel de mode is. Het is gewoon van nature zomaar ontstaan. Dus dan denk je, ja, die senior is toch wel leuk eigenlijk. En we kijken en zo, nou, tjonge, wat leuk en zo. En dan ineens komt daar een interview. En dan zie ik een man waarvan ik denk, hè? Ik ken die man ergens van. En ik merk dat degene die hem interviewt, degene die het programma presenteert, dat hij echt hem de tijd geeft om wat te vertellen. En ineens denk ik, wacht even. Dat is die acteur. Nou is het met een acteur altijd lastig. Want die is nou de echte. Ja, dat weet je niet altijd. Ze kunnen wel een rol spelen. Ze kunnen soms zelfs zo goed een rol spelen dat ze er een Oscar voor krijgen. Toen dacht ik, die man die daar staat, hè, die moet of verdraaid goed kunnen acteren, of hij meent het ook nog. En toen zong hij een lied en er draaide geen één stoel om. Maar na afloop zei iedereen, maar wat is er met jou gebeurd? En toen vond ik het zo mooi. En toen gaf die man zijn getuigenis. En die man, gij zijt die man, Frederik de Groot. Zou jij naar voren willen komen? En dan kan ik zo blij van jou worden, vriend. Dat jij daar voor een miljoenen publiek, dat jij daar een kristalhelder geluid gaf. En mag God jou nog machtig gebruiken en velen jouw voorbeeld volgen. Wees gezegend. Diezelfde nacht werd ik ontzettend boos. En toen zei mijn vrouw, dat hoeft niet. Dankjewel. Ik heb er 67 jaar over moeten doen. Om. Dat is echt heel lang. Dat ben je een oude man. Om te ontdekken dat het nog anders kan. Ik zal u dat allemaal besparen. Er is de tijd ook niet voor. Ik doe dat heel snel. Het kwam er een beetje op neer dat het ging allemaal niet zo goed met mij. Maar dat hoor je vaak met mensen die tot geloof komen. Er is niks mis mee. En God begon een beetje tegen mij te praten over Hamlet. En zo, daar had ik een beetje verstand van. Omdat ik acteur ben, toneelschool heb gedaan. Dat zal ik u ook besparen. Ik was op een begrafenis, zal ik u ook besparen, van een dame die heel oud was in een klein, mooi stadje. Ik weet niet eens een stadje, een heel klein plaatsje, vlak in de buurt, Staverden of all places. Ik was er nooit geweest. En ik zou spreken. Mijn vrouw zit naast mij. En het was of Gods Heilige Geest, dat hele kleine kerkje, u kent het kerkje waarschijnlijk wel, hervormd kerkje bij het pleintje, Gods Geest zo de dienst inliep. En ik zei tegen mijn vrouw, ik ga niet spreken, deze dienst is zo bijzonder, eerlijk en waar. En toen zei zij, historisch, dat kan helemaal niet, want je staat in de liturgie. Okay. Ik ben dus tot de generatie die luistert naar zijn vrouw. Ja. Ik ging staan, ik deed mijn ogen dicht. En waarom weet ik nog steeds niet. Ik heb alleen maar gedacht, keihard in mijn hoofd. Jezus help, ik kan en wil het niet meer alleen. Twee keer, dat weet ik heel zeker, dat ik dat gedacht en gezegd heb in mijn hoofd. Jezus help, ik kan en wil het niet meer alleen. En vanaf dat moment was het beeldje Jezus Christus zichtbaar tussen mijn gedachtenbeelden. En was het leven anders. Een paar weken later was ik op mijn kantoor. En zoals dat kan gaan, omdat je je ineens anders voelt en je bent gescheiden, ik weet het allemaal niet, dus dan moet je allemaal rommel opruimen. Dat heeft iets met zonde te maken of zo. Maar in ieder geval, ik heb de moeder van mijn kinderen gebeld. Ik heb iets verteld over het spijt mij. Ik heb iets gezegd over Christus. Ik heb iets gezegd over het geloof. En een paar
Minuten later had ik mijn broer aan de telefoon en dat gesprek ging helemaal fout. En dat had een gesprek moeten worden wat ik een paar weken geleden nog gehad heb met hem vlak voor zijn dood. Doe je het alleen of laat je je door iemand voorgoed tot in de eeuwigheid steunen, helpen? Maar de telefoon was uit. En ik voelde mij onvoorstelbaar slecht op mijn kantoor op een zondagavond. Ik voelde me zo. Adrenaline spoten door mijn hele systeem. Ik weet niet of u dat kent. U herkent dat waarschijnlijk allemaal. Dat is zo'n moment dat je denkt, waarom ben ik christen geworden? Want ik voel alleen maar pijn en een ontzettende woede en kwaadheid, et cetera. En waarom weet ik nog steeds niet. En dat is dan, waar Kees op doelde, mijn voorstap naar The Voice Senior toen. Ik was alleen. Ik denk, ik moet iets met die adrenaline. Die telefoon was uit. Ik loop naar mijn microfoon in mijn kantoor. Mezelf, in mijn eentje. Ik zet daar, Ron doet dat voor mij trouwens, een applaus even. Ron, die zit de hele dag hier met de schuiven, met zo'n dingen, dat goochelen wel. Hij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft hij plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont hij in mijn oog. Hij hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint hij in mijn hart te zingen. Waar het nacht wordt, heeft hij lichtjes aangedaan. En tot hem weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoederschap van het bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven. Schuilend alleen bij hem. En als ik oud mag worden. Dan alleen met hem. Hij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast, al mijn hoop en mijn spijt. Als ik lach, kent hij alleen de tranen. Die daarachter liggen in de tijd. Heere God, wilt u mij helpen? Het verdriet van de jeugd, de ruzies, de splitsingen, de spanningen. Wilt u mij helpen? Wilt u bij ons zijn, bij het gezin wat er niet meer is? Bij mijn broer, bij mij. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend alleen bij hem. En als ik oud mag worden, dan alleen met hem. Hij is meer. Dan deze woorden zeggen. In mijn lichaam heeft hij plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En dat wonder draag ik met me.
ik werd geraakt door het laatste getuigenis van daarnet. En ik sta eigenlijk een beetje te trillen op mijn benen, omdat ik precies herken wat er gezegd werd. Maar weet je, soms geef je een flyer aan iemand en dan merk je, er gebeurt niks. Soms zie je dat iemand verloren gaat en dan denk je, er gebeurt niks. Maar dan ineens ben je in de hemel en dan wordt er tegen je gezegd, dankjewel dat jij die flyer aan mij hebt gegeven. Dankjewel zondagsschoollerares of leraar dat je aan mij over Jezus hebt verteld. Want daardoor heb ik hem leren kennen. Dit lied heet Thank You. Dreamed I went to heaven, and you were there with me. We walked upon the streets of gold, beside the crystal sea. We heard the angels singing, and someone called your name. We turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now, but then he said, but wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week we would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I left Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I have a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Then another man stood before you. He said, remember the time a missionary came to your church. His pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took your gift to give, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I have a life that was changed. Oh, thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. One by one they came, far as the eye could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you were done, sacrifices made, unnoticed on the earth, but in heaven now proclaimed. I know up in heaven you're not supposed to cry, but I am almost sure there were tears in your eyes. When Jesus took your hands, you stood before the Lord. He said, my child, look around you, for great is your reward. Thank you for giving to the Lord.
I have a life that was changed. Oh, thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. I am so glad you. Dankjewel. Bedankt, Leen. My life, Lord.